Ja, het is spannender dan voetbal. Ja, deze verkiezingen. Hoi, hoi, hoi. Vrienden, is dit smullen of niet? Daarom is de politiek zo mooi en het is zo leuk om te volgen. Ja, want nu weten we het helemaal niet meer. Heb je de laatste peiling gezien? Ja, hoi, hoi, hoi. Hey, 5 weg bij Pieter, bij die Omtzigt. En 5 erbij bij Wilders. Wilders in 1 keer, woep. Uit het niks. Iedereen helemaal in paniek. Ja, mensen op links. Helemaal die Timmermans. Ja, ik wil niet wakker worden in een land waar Wilders de premier is. Nou ja, hey. Het kan zomaar gebeuren. Ja, en knulletje Klaver, die staat tegen die campagneploegen te brullen van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja, dan moeten we er nu alles aan doen, want dit gaat de verkeerde kant op. En straks hebben we helemaal een rechtskabinet in Nederland. Ja, dat kan heel goed gebeuren. Ja, knulletje. En jij bent je baantje kwijt als minister. Nou, en Omtzigt ook. Die begint nu toch maar ineens van de weeromstuit te zeggen dat hij toch maar premier wil worden. Ja, want die denkt ook, in 1 keer 5 zetels weg. Ja, en dat komt ook mede omdat ze allemaal die Wilders uitsluiten. Ja, daar willen ze niet mee samenwerken. En de mensen hebben daar een beetje genoeg van, heb ik de indruk. Die denken bij zichzelf, dan zullen we hem nog groter maken. En ze hebben ook genoeg van het asielbeleid in Nederland. Dat zit ze helemaal tot hier. En daarom denken ze ook, kom, we gaan voor Wilders. Ja, en armoede. Daar heeft Wilders gewoon hele simpele oplossingen voor. Iets minder miljarden naar klimaat en geef die mensen iets meer in de portemonnee. Dat is het idee. En daarom stijgt hij zo enorm. Ja, en hoe gaat dit allemaal aflopen, vrienden? Ja, want nou denken wij bij onszelf aan de rechterkant. Ja, dat gaat lekker zo. Oh, Jovel, VVD is behoorlijk nog bovenin en PVV. Maak ons voorlopig geen zorgen. Maar nou is er een politiek onderzoeker, ene Peter Kanne. En die zegt, ja, maar luister eens even goed. Hier gaat Timmermans van profiteren zoals het nu gaat. Want op links gaan ze strategisch stemmen. Hij zegt, er zijn twijfelende kiezers bij Volt en bij D66 en Partij voor de Dieren. En die stemmen, die gaan allemaal naar GroenLinks en Partij van de Arbeid. En daar zal je zien, zegt hij, dat waarschijnlijk Timmermans toch als winnaar tevoorschijn komt. Oh, en dat is onze nachtmerrie, vrienden. Ja, zie je? En op links, daar willen ze dus wel allemaal strategisch stemmen. En ik heb het daar steeds over, dat wij dat ook moeten doen. Dus, ja, hey, ik heb weer gewaarschuwd.